Yo guys, Clash hier met vandaag een nieuwe video en vandaag gaan we verder met Half-Life Closing Forts. Vorige keer hebben we hier gebleven, we zijn helemaal vandaar naar hier geteleporteerd. Geteleporteerd met het leuke dingetje dat we vorige keer hebben gekregen, dat is dit dingetje. Niet zo proper, maar dat maakt niet uit, want het werkt. Nu gaan we hier verder, daar is niks te zien, denk ik. Oh, nevermind. Het was gewoon donker, er was wel iets te zien. Ik vertrouw deze ruimte niet, is dat normaal? Ah, fair enough, die hellbags. Oh, ik heb ammo voor dit gekregen. Wacht. Oh yeah, baby. Ah, en daarom af te zetten, ja, ik snap het. Oké. Service, ja. Even dit pakken. Mooi. Laten we verder gaan. En kijken. Wow. Ik heb het gevoel dat er iets in de water zit. Ik hoor iets. Point is. Hoe de fuck moet hij hieruit geraken? Oh. Oh, maar dan. Ik hoor een raar ding en ik ben er niet ready voor, denk ik. Ah, zie, ik krijg een hellback. Helemaal geen goed teken. Shotgun reloaden, misschien reload. Oké. Moet ik dit vertrouwen of moet ik dit niet vertrouwen? Lijkt wel op de 1 level van Half-Life 1. Volgens mij is het de 1 level van Half-Life 1, want het liggen allemaal dode militairen. Dat is geweest. Oh boy. Oh boy. Dat werkt niet. Oh boy. Op een endboss of zo. Oké, eigenlijk is het maar vrij veel held weggenomen. Oh, rip man, rip. Ik weet niet wat dat ding is, maar het ziet er niet vriendelijk uit. Dat is een short thing. Kan ik dat pas aanzetten? Oké, ik snap het al. Ik moet allemaal dingen gaan. Ah ja. Dingen gaan aanzetten. Ja, het is gewoon level. Oh ja, ik heb wel zo. Ik heb ineens weinig geld. Oh, hallo. Ik ben weg. Sorry. Welkom. Ja, ja, ja. Laten we zeggen dat ik nu gewoon naar een andere kant ga en lekker doodgaan met zo weinig geld. Daar komt het op neer. Oh, hallo. Oh. Oh, oh. Holy tering. Ik moet daar zien te geraken. Geen idee hoe dat is ook. Zo misschien. Uh-oh. Wat met dit? Oh, shit. Oh. Fucking hell. Maar dat is zo zuur. Ik moet en zal dat ding verslaan deze aflevering. Het is wel vrij moeilijk, hè. Dankjewel.
Fair enough. I received ink. Okay, more. Shotgun shells. Ah, fuck off. Irritante kutdingen. Ik haal die beesten echt verschrikkelijk. Nou, liever die beesten dan fucking headclaps. Ah, jullie. Oké. Okay. Dat werkt. Waar de fuck ben ik aan dood hier? Ik ga gewoon achter mij kijken, geen idee waar ik dood is. Volgens mij was gewoon een bug. Oké. Ik ben echt aan het kijken door waar ik dood zie. Oké, en hoe heeft dat kunnen helpen? Ah, zo. Oké. Nou, wat is daar tegen? Oké. Nice. Dat dacht ik ook, dikzak. Ik ga wel naar boven, denk ik. Oh, je bent al zo even. Het is nog een auto hier. Fouten. Allee. Oh, wauw. Echt. Alles wordt ondergezet. Oké. Ah, blijf gewoon tot daar wachten. Ik snap wel hoe ik wegraak. Hallo, geen idee voor wat daar hielp, maar... Leroy Jenkins! Maar geen help verloren. Dat staat wel aan, dat is wel iets. Ik moet nu andere dingen zoeken. Hallo. Oh jee, geen help verloren. Oeh. Nice. Zo. Hoe moet ik daar aan raken? Ah, ik zie het al. Spaar mijn ding. We gaan down. Ow. Als ik hier niet snel weg ben, dan ga ik down. Oh, oké. Nou, fucking got you, bitch. Hier, hoes. Push that bitch. Wat gebeurt er nu? Daar is iets. Oké, daar. Ah, ik kan daar wel niet afzetten. At least the beast is down. Maar hoe? Moet ik daar dan? Yeah. Let's go.
Ooh. Dat was nice. Dat was echt een kutbeest. Also een bos minder. Maar hier begint een nieuw hoofdstukje van Half-Life. Nu, in deze aflevering hebben we die bos verslaan. Het is goed voor nu. Maar ik ga deze video van Half-Life Opposing Force wel afsluiten. Dus vond je deze video leuk? Was het een blauw duimpje omhoog? Abonneer de volgende keer. En de volgende keer meer Half-Life Opposing Force. En ik zeg ciao.